De vrije trap van de Belgen. Vlak voor tijd. Is hoog. Daar komt Noah aan. Oh, auw, auw, auw. Ah! Ah! Sorry Noah, het was, naar het schijnt, de mensen zeiden dat Noah de bal speelde, dus het was mijn fout. Ja, een kleine schouderduw van Michiel tegen Noah. En al het lucht wordt uit de longen van Noah geperst. Als het niet erger is. Wat een buk van Michiel zeg. Zo. Maar iets heen gedaan. Achterkant. Ja, wat is de schade? Doet het echt pijn bij het ademen? Nee, bij het ademen. Ja, het doet heel veel pijn. Maar ook Michiel ligt daar en Celine komt dan aangerend. Die is bezorgd voor haar mannetje. Hoe is het daarmee? Hij beging de overtreding. En Noah is niet het enige slachtoffer. Daar de vriendin van Noah. Ook bezorgd. Er komt een brancard. Het ziet er echt heel serieus uit hoor. Het valt stil in het stadion. Ja, 1, 2, 3, hop, pakken. Zo afvoeren dan toch. Koen als ambulancebroeder, dat lijkt me niet zo'n goed idee. 3, 2, oh, dat is... Nee, laat, hou vast. Hè. Ja, zo, kan je weer? Hij kan weer, hij kan weer. Hij kan weer, kan die echt weer? Kan Michiel echt weer? Of moeten ze eruit? En dan? Noah wordt van de brancard gerold, heeft de glimlach weer terug, heeft de lucht in zijn longen weer terug en heeft weinig schade. Maar Michiel dan? Wat wordt er geroepen? Laat ze boer roepen. Omdat het publiek vindt dat Noah zich heeft aangesteld. Nou, die klap was echt hoor. De brancard misschien een beetje show. Maar hij kreeg echt een beuk. Michiel staat weer, maar Michiel moet er wel af. Voor de laatste minuten. Geen kaart trouwens.